We zijn er. Waar zijn we eigenlijk, Michael? We zijn in Horst. In Horst. Waar ligt Horst? In Limburg. We zijn in Limburg. En we gaan op zoek naar Junior Press Comics. Bij Old School Toys. Old School Toys. Here we go. Here we go. Bam, bam. We zijn er, Michael. Het bestaat echt, Jacques. Het is niet alleen maar een webwinkel. Het is gewoon een fysieke winkel. Een fysieke. En kijk. Oh, en die hebben ze speciaal voor jou. Hebben ze een Spider-Man opgeplakt. Dus dat is superleuk. Kunnen we naar binnen gaan? En midden in het centrum van Horst. We gaan naar binnen. Was ik al heel lang naar op zoek. Dit is Kitty Pryde en Wolverine. Dat is een heel erg leuke serie. Ja? Een limited serie. Oh, die heb ik. Die is gaaf. Ja, die heb je ook. Ja. Ja, dus deze wilde ik heel graag. Even kijken, de nietjes zien er ook netjes uit. Dus daar ben ik heel blij mee. Deze, ik kan me niet meer herinneren of ik dit nou leuk vind, maar ik neem hem toch mee. Ja. En dit is Firestar. Oh, die is wel heel gaaf. Van een gave cover trouwens. Dit is dus, zij was dus een personage uit Spider-Man and His Amazing Friends. Dat was een animatieserie. Mm. Speciaal bedacht voor die serie. Ja, precies. En toen is ze later pas in de comics geïntroduceerd met dit verhaal. Wauw. Dat is wel leuk. En wat heb je nog meer? Oh, en Peter Parker natuurlijk. Ja, deze had ik eigenlijk al. Maar ik heb dus, dit zijn allemaal plakcomics bij die ik in Oost heb gekocht. En die ga ik dus nu weer vervangen voor leukere exemplaren. De Old School Toys premium uitgave. Ja, precies. Want die in Oost zijn gewoon niet te redden. Nee. Het is gewoon oud papier, kan weg. Dus, daar kun je iemand anders blij mee maken. Ja. Is even leuk, hoe ziet de Junior Press stapel er nou precies uit? Nou, eigenlijk zijn het een bak met allemaal rijen Junior Press comics. En daaronder een archiefkast, zoals jullie hier zien. En hier worden ze dan aangeboden met, kijk, en misschien niet allemaal Junior Press, maar toch wel heel veel. Maar wel allemaal Nederlandse strips, dus Nederlandse comics. Kijk, een Batman, Superman special. Daar moet ik trouwens ook nog wat van hebben. Star Wars. Ben je altijd wel gespaard, die Star Wars comics, of niet? Nee, ik heb er een paar van ooit gekregen in de stapel van Thijs. Ja? Ik heb eigenlijk de trade paperback gekocht, een epic, met alle eerste verhalen van Star Wars. Dat is dus ook de adaptatie van A New Hope. Ja? Daar kocht ik het eigenlijk voor. Oh. En daarna ben ik hem weer een beetje afgehaakt. Dus ja. Daarvoor heb ik hem vooral gelezen. Ik vind de films toch leuker dan de strips. Ja, precies. Ja, in dit geval wel. Ja. Maar het is niet altijd zo. Jongens en meisjes. The Punisher. Ja, ik zit te denken, is deze serie de moeite waard? Of kun je beter een... Nee, het is wel tof. Ja? Ja, maar ik ben vroeger gestopt... Oh, ze hebben heel veel nummer 10. Wil jij nummer 10? Ik heb al heel veel 10. Nee, daar ik ben niet gekomen voor The Punisher vandaag. Nee, nee. Dus laat ik ook eventjes langs me heen. Wow. En ik zit heel erg te twijfelen over de verdedigers, want die wil ik ooit wel compleet hebben. Ja? Maar, ik hoor maar. Maar ga ik die vandaag meenemen? Dat is een beetje... Weet je, dit is wel, hoe doe jij dit? En dat vind ik een goede vraag van mezelf. Kijk, deze zit helemaal vol. En daardoor kun je hem bijna niet bekijken. Haal je dan altijd... Er een paar uit. Ja, hè? Ja, en dan ga ik gewoon bladeren. Dat is de methode. Dus de tip. De tip is, haal er een paar uit. En dan zet ze later weer netjes terug. Dat is wel belangrijk, want anders krijg je... Dus je met de verkoper. Absoluut. The Walking Dead. Haal het er even uit. Ja. Kijk, Spider-Man dan... nummer 1 voor 25. We zijn best rijk als we hier naar zullen kijken. Ja. Maar je krijgt er net ervoor, dat is een vraag. Ja, dat is een tweede vraag. Kijk, nu kunnen we een beetje rustig doorheen kijken. Maar dit zijn niet vertaalde strips, of wel? Nee, dit is Amerikaanse... Oh, dit is nog een stukje Amerikaans. Ja. Oké. Okay. Met heel veel image.
Okay. Image One Shot daarom. Ja, ook leuk als je ervan haalt. Ja, maar Junior Press en Balderkei, daar zit toch wel onze liefde. Welke? Oh ja, ja die ziet er prachtig uit. Er staat dan weer 30 opgeschreven. Kijk, dat is dan weer... En het probleem is online weet je niet zeker of het plaatje ook het exemplaar is wat je koopt. Ja. Oké, dan gaan we eens even kijken naar Wolverine. Ook een fantastische serie. Ja, ik heb alleen niet genoteerd wat ik er nog van mis. Dit is je boekje. Dit is mijn CLZ-app. Precies. Oldschool app. Oldschool, ja. Oldschool. Very oldschool. Ga je er een kort over meenemen? Nee, ik heb ze eruit gehaald. Omdat ik dan kan... door onze tip wat we net zeiden. Ja. Ja. Wolverine is wel een gave serie hoor. Ja, precies. Maar moet je kijken. Dat is mijn bruidschat is dan meteen helemaal kwijt. Hè? Als ik dat nu in één keer meeneem. Ja, en je bruid misschien ook. Dat ze ja, denken, daarom. Hey, wat de F. Daarom. Dan kan beter even eentje. Precies. We moeten nog wat kunnen doen. Crossover. Wat voor serie is dit? Ja, het zijn crossovers tussen Marvel en andere. Oké. Is dat wat? Weet ik niet. Oh. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Nee. Ik zit wel te denken om die eerste twee mee te nemen. Precies. Maar... Nou, we hebben meerdere deel 2's. Ja. Dus dat is leuk. Deze ziet er wel weer heel gaaf uit. Laten we eerlijk zijn. Toch? Joh. Het Spider-Man. Ja, sorry. Spider-Man. Ja, daar heb ik helemaal niks mee. Nee. Zou een keer moeten... Ik ken een goed boek voor je. Ja? Ja, zou je moeten lezen. Mijn vriend Spider-Man. Ja. Ja, dat is wel vaker aangegeven. Ja. Je lijkt wel een beetje op. Ik vind de auteur een beetje mijn eikel. Ja, absoluut. Dat is ook mooier de hunt naar het verzamelen zelf, zeg maar. Hey, ik ben toch benieuwd wat de schade is. Ja, ik ook. Ja. 40 dacht ik. Ja. Als ik het goed heb uitgegeven. Jouw verding kijkt niet alle vlogs van mij, toch? Ik had 41 en ik had er €4,10 van. Dan doe ik het toch wel procentueel iets beter. Ik bedoel, dit is 90. Ja, met je korting. Ja, precies. Ja, oké, maar ik ben ook een bescheiden... Ja, maar, precies, Hollander. Ja, nou ja, niet als het om mijn ego gaat. Oh, nee. Niet bescheiden, maar met... Maar dit wel. Je moet het nog meesjouwen. Jij hebt een auto. Kijk, dit is de kooptip voor iedereen. De Stan Lee. Dan heb je, dat is eigenlijk de mooiste action hero die in deze winkel staat, vind ik. €949. Nou, en 10% eraf. 10% af, want dat geldt dan ook, hè? Zeker. Ja, precies. Ja, ik zag even te twijfelen, hè? Ja, top, man. Ja. Nou, maar ik heb nog niet eens bij je merchandise gekregen, maar ik verzamel het eigenlijk niet. Het ziet er wel gaaf uit. Ziet er gaaf uit, hoor. Dankjewel. Ik heb geen idee waar ik het moet laten. Kermit de Kikker. Klopt. En die is ook te koop? Nee, die is voor decoratie. Decoratie. Ja. Want die is wel, heb je hem al gezien, die Kermit de Kikker? Nee, nou, moet je even kijken. Ik laat je hem even zien. Okay, ik leid u even rond in deze winkel. Moet je eens kijken hoe een gave Kermit de Kikker. Want je hebt heel veel nep Kermit de Kikkers. Dit is de echte. Net moet je kijken. Heel eerlijk, die is toch fantastisch? Die had je vroeger bij mijn tandarts ook. Nou ja, en daar mocht je dan mee spelen. Echt waar? En daarna moest je hem weer terugzetten. Ja, wat deed die tandarts dan allemaal? Ja, weet ik niet, lag in coma dan. Hè. En een E.T. Ja! Hoe gaaf is dat? Hoe mooi is die? Hey, bedankt. Ja, jullie bedankt. Ja, super bedankt. Voor de gummiberen. Jazeker. Ja, de snoepjes, want daar doen we het eigenlijk voor, Michael. Ja, alleen voor de gummiberen. Er zit iets in waardoor je blijft koken. Bij Old School Toys. Helemaal top. Ja, En als ik jou nou, als jij nou een check zou hebben, hè, wat zou jij nou willen kopen van je eigen winkel? Dat je zegt van, nou, dit zou ik heel graag. Ik denk toch wel de Hot Toys. Dat zijn toch wel in mijn ogen de mooiste artikelen die we verkopen. Ze kosten wel inderdaad, ja, Disney. Ze kosten wel wat, maar je krijgt ook heel wat moois voor terug. En wat zijn dat Hot Toys? Wat zijn ik zal even eentje laten zien. Ik zag hier de Hulk. Kun je die eens uitpakken, deze? Ja. Ben ik heel benieuwd. Ja, ik ben een Hulk-liefhebber. Je hebt trouwens niets van de She-Hulk, hè? Nee, helaas niet. Alleen maar een paar Engelse comics. Ja, oké. Dat is eigenlijk een heel erg groot figuur op 1/6 schaal. En qua details, dat is bijna niks mooier dan dit. Het ziet er wel mooi uit, wat ik ervan kan zien, zo ingepakt. Maar, even zetten nadat het naar zo'n plastic hoes voor zit. Wauw, en even kijken, als op de achterkant staat er ergens hoe het eruit ziet van binnen? Een cover. Wauw. En je hebt ook Captain Marvel kun je kopen, dan kun je er eigenlijk een klap voor de bek geven. Dat is wel goed. Wauw, dat zeker haar niet, want ze slaat heel hard. Nee, precies, die flink wat kracht in. Hé, wat gaaf, man. Dus dit is jouw, en welke zou je dan nemen van deze? Die we momenteel aan voorraad hebben. Ja, mijn favoriete Marvel figuur is toch Captain America. Dus Captain America, ja precies. Dat snap ik. Ja. Eigenlijk de eerste Marvel held ook. Ja, precies, ja. Sowieso, ik vind hem gewoon een top. Eigenlijk gewoon echt superheld. Mooi hoor. Ja.
Ja, ja. Zeker. Nou, weet je, ik hoop dat je vader ook meekijkt. Want dan weet hij wat jij moet hebben eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ik ben over een maandje jaar. Dat dus, bedoel ik. Dus, hint. 4,39 zie je. Ja. Oh, het zijn verschillend van prijs. Precies, ja. Sommige die zijn deze is exclusief geweest. Die staan ietsjes prijziger. Maar sommige die ja, tussen de 250 en de 350 euro is gewoon een normale prijs voor deze. Ja. Mooi hoor. Ook wel wat staan. Ja, dat is echt heel mooi. Het zijn wel voor een gerichte groep verzamelaars, want voor een stripboek van 2,50 koop je veel sneller dan, ja, dan dit. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, dat is wel dat hele mooie dingen. Ja. Nou, super. Hoe lang heb je deze zaak al? Ik heb in deze locatie zit ik sinds 2016. Ja? Dus dat is 6 jaar. En de vorige 2 jaar, 2 deuren verderop gezeten. Oh. Als, ik doe nou ook voor het echt voor mijn beroep voor 8 jaar. Ja? En daarvoor wel 20, 30 jaar. Hobbymatig, dus uit de hand gelopen hobby, maar dat was wel. En wat was je echte professie daarvoor? Supermarktmanager. Ja. Oh man, dus ja, in plaats van de komkommers zet je nu Grodoel recht. Ja, precies. Ja, wat goed. Groen is goed, hè? Ja, groen is goed, ik bedoel maar. Ja, wat precies. Goed. Ja, en als je zelf nou een cheque mocht geven, hè, voor een onbepaald bedrag, maakt niet uit, wat zou je van jezelf kopen? Van mijn eigen? Ja. Ik heb thuis vroeger Star Wars op mijn pasje, daar is mee begonnen. Ja? Maar thuis heb ik niks meer van Star Wars op comics na. Ja? Dus ik heb thuis een hele wand vol met Marvel omnibussen. Ja. Dus ik denk toch dat ik naar de comics ga. Ja, naar de toch ja, wel, hè? Ja, dat is toch wel mijn... Amerikaans of Nederlands? Amerikaans, ja. Amerikaans. Ja, ja. Wie is je favoriete serie? Wat is je? Captain America, moet ik zeggen. Toch ook. Ja. Dat zit in de familie. Ja? We hebben net al wat tips gekregen wat hij wil hebben voor zijn verjaardag. Ja. Dus ik zou de vlog zeker kijken. Ja. Goed, man. Krijg ik een tweede. Ja, precies. Ja, vraag is 1. Vraag is 1, precies. Ja. Ja, maar een geweldige winkel. Echt complimenten ervoor. Dankjewel, wat heel erg. En we komen er zeker nog een keer terug, Michael, of niet? Zeker. Ja, toch? Als ik het terug kan vinden, zeker. Ja, nee, ik neem je wel mee op zeep. Ja, precies. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, hey, bedankt en een heel goed weekend. Bedankt. Ja, goeie weekend, jongens. Enorm bedankt, mannen. En tot de volgende Bam met de Bam. Heel graag. Yo. Hoi, hoi. Hoi. Bum, bum.